Hallo allemaal, mijn naam is Geld en leuk dat je allemaal weer kijken en luisteren voor de Criterium du Dauphiné etappe 3. De eerste sprint-etappe van Monistral-Zuurlore naar Le Château. In de eerste hel waren er wat beklimmingen, maar daarna was er een lang stuk vlak van 50 km. Voor niet een al te steile klim van 7,8 km aan 3%, met de laatste 3 km 5% gemiddeld. Dan een afdaling van bijna 20 km tot de finishstreep. Gedeelte van deze etappe hadden we geen ontsnapping. Het is niet zo dat er helemaal geen één was, want in het eerste deel met die klimmetjes in hadden we twee maal vooruit. Lorenzo Milesi van DSM en Mathieu Burgado van Total Energies Milesi. Die moest al vroeg lossen bij Burgado, die vervolgens toen in zijn eentje verder ging. Maar uiteindelijk had hij op een gegeven moment ook wel in de gaten. Dit gaat hem niet worden voor vandaag. Ik was best verrast dat er niet meerdere teams mee probeerden te gaan in de ontsnapping. Dat ze dat niet van plan waren. Ik begrijp als je als ploeg een sprinter aan boord hebt. die, meedoen, die mee gaat doen dan voor top 5 of top 10 plek. dat je dan geen renners vooruit gaat sturen. Maar ik kan nog zeker minimaal vier teams opnoemen. die echt met een renner mee hadden kunnen zitten. Doordat we voor ook een hele lange tijd geen ontsnapping hadden, was de etappe een beetje eentonig. Nu was het wel zo. Als we een koproep hadden, was het denk ik ook niet zo boeiend geweest, omdat de kans dan groot is dat de sprintersteams het zouden controleren om het in een sprint te laten eindigen. We, hebben ook nog, we hadden ook nog een tussensprint voor de punten en ook voor bonificatiesconden. seconden. Laporti won de sprint van de liep en liep zo vier seconden uit op hem in het algemeen klassement. Het tempo nadat Bouguedeau werd teruggepakt was heel erg langza langzaam. De druk voor de renners was weg. Sommige renners gingen even met elkaar praten achterin het peloton en ze gingen ook wel de ronde 40 45 km per uur. En als je dan even niet oplet, kan er zo een valpartij ontstaan. En dat gebeurde ook. Veel renners lagen erbij bij de eerste valpartij met Jurensen van Zevenhand. En nog een aantal andere renners die gewoon weer door konden. Behalve zijd van Astana. Die bleven lang op de grond zitten en ook liggen. En stapten ook niet meer op. In de aanloop naar de sprint waren er ook heel veel wegversmallingen, wegmeubilair op de weg en ook een aantal rotondes op 1,6 kilometer van de finish zagen we weer een valpartij met een renner van IF en uh, Alpes in en ook 400 meter later, direct na een bocht, een Astana-renner die een beetje gesqueezeerd werd uh, tussen twee andere renners en uh, viel samen met de uh, Jurgensen die voor uh, de tweede keer deze etappe ten val kwam. Vingegaar zat er net achter die valpartij en uh, kon op tijd uh, remmen, want anders was hij ook Gevallen. Het was vooral ook echt in uh, die laatste drie kilometer heel erg uh, hectisch. Quickstep die reden met de kilometer gaan op kop van uh, de eerste groep, als het ware. Want heel veel renners zaten er niet bij. Die werden opgehouden dan uh, door de valpartij. Het was voor mij een beetje een vraagteken voor wie de twee quickstep renners op kop reden van de eerste groep. Normaal gesproken is dat in zo'n redelijke vlakke sprinten. Ethan Furner, maar die zag ik niet meer zitten. Op een gegeven moment met nog 600 meter te gaan kwam de Bora-trein heel snel naar voren. Reden met Mullen van Poppel en Bennett. Achter Bennett was een stootdans qua posities omdat ze zo snel de rest aan voorbij vlogen die Bora trein moesten daarachter. De sprinters weer een nieuwe positie, ook de goede positie vinden. Go die had de derde positie gepakt achter van Poppel en Bennett. Bennett. Groenewegen achter Go en dan de Laporte met de Trentin Milan en Hofstetter achter hem. Op een bepaald moment opende Bennett zijn sprint in eerste instantie sprinten hij gewoon in een rechte lijn en dan ziet hij het is nog een beetje ver van de finish. Voelt dan ook, denk ik, dat de benen niet heel top zijn. Voelt dan Govercar en de uh, Groene Wegen aan zijn rechterkant komen. En gaat van het uh, midden naar de weg helemaal naar de rechterkant tegen de barrière aan. En snijdt uh, en, uh, Govercar, uh, volledig, uh, de Groene Wegen en de volledig de pas af. Groenewegen die moest vervolgens inhouden. En denkt dan uit het wiel van Bennett te komen. Maar wilt in dat gat sprinten, die er dan helemaal niet is. Omdat de Govercar naast hem zit. En hij was gewoon aan het sprinten in een rechte lijn. En Groenewegen die duwt als het ware een Govercar aan de kant. Laporte die bleef de hele tijd uit het gedrang aan de rechterkant van de weg. En sprintte in een rechte lijn naar de etappe zegen. En wint zo zijn de tweede etappe in deze Criterium Dauphiné. Zowel Bennett als Groenewegen. Zijn uiteindelijk teruggezet in de uitslag. En zijn dus niet tweede en derde geworden. Wat mij betreft, voor beide de juiste beslissing. Wat Bennett deed was echt heel duidelijk. In eerste instantie, gewoon gelijk dat hij teruggezet zou worden in de uitslag. Omdat hij niet sprintte in een rechte lijn. En gewoon twee renners de pas afsneden die Bennett wouden passeren. Vanwege het feit dat ze gewoon meer snelheid aan het creëren waren. Groenewegen is naar mijn mening ook terecht uit de uitslag gezet, uit de top van de uitslag. Want hij is eigenlijk net zo gevaarlijk bezig als Bennet door Goverkar een duw te geven. Ik snap dat Groenewegen dan gefrustreerd is dat hij niet langs Bennett kan. Omdat Bennett helemaal naar rechts gaat tegen de barrière stuurt. En daardoor kan Groenewegen niet meer aan de sprinten toekomen. Want hij moest inhouden en ook remmen. Natuurlijk dat is prima van Groenewegen om dan te remmen. Dat moet je dan ook doen. Maar de reden waarvoor hij terug is gezet is het terug naar een link sturen en dan, om dan ten koste van de nog door nog over Bennett heen te duiken. Ik kan begrijpen dat je in een split second al wegen zijn. Denk ik word geblokkeerd en ik wil nog kost wat kosten mijn sprint gewoon rijden. Maar zo werkt het dan niet. Bij zo'n situatie moet je als sprinter gewoon accepteren dat jij door een onrechtmatige actie van de andere sprinter niet meer kan winnen. Tuurlijk. En dan kan dat gebeuren wat hij doet. Maar dan moet je achteraf ook gewoon erkennen dat het je fout is. Dat je in de fouten bent gegaan. En dat had ik niet idee met de tweet die jij na de etappe plaatste. Die jij vandaag ook weer heeft verwijderd. Waar ik het kort nog even over wil hebben. Is het sprinters carousel die er deze zomer gaat komen. Met heel veel sprinters die geen contract meer hebben voor 2024. En Ivan Spekerbrink van DSM vertelde in de Telegraaf. Dat ze op zoek zijn naar een echte afmaker voor de sprint. Want die hebben ze volgens hem op dit moment niet. Daar kan ik me wel in vinden. Ze dus hebben met de Dainese en de het twee goede sprinters. Welsvoort uh, nog wat uh, beter dan uh, Dainese. Tobias uh, Loet Andreessen die lijkt zich ook uh, go goed uh, te ontwikkelen. Maar uh, de geluiden die waren al eerder dat uh, Dainese weg zou gaan. En heel uh, misschien ook uh, Welsvoort. Dat zit er ook aan te komen. Ik denk juist dat uh, DSM echt een uh, goede laatste man is die Welsvoort kan helpen naar zegens in een uh, grote ronde. Want als uh, het gaat om uh, Welsvoort ik denk echt dat hij uh, kan groeien om een uh, echte topsprinter te worden, maar hij mist die juiste laatste man. Spekerbrink die had het ook over de interesse die ze hebben in kooi of Jacobsen voor hun uh, nummer 1 sprinten dan lijkt het mij dat uh, Wellsford en Dainese beide weg aan Dainese. Sowieso maar Wellsford dat is denk ik nog een uh, vraagteken zoals ze nu uitziet. Zoals ik er nu ook naar kijk denk ik dat uh, Jacobsen nog altijd uh, naar uh, Bora gaat uh, volgend seizoen. Omdat daar uh, Van Boppel uh, uh, zit. En uh, Koy lijkt dan denk ik uh, op weg te gaan uh, naar uh, DSM. En dan zie je juist uh, Wellsford gaan naar uh, Quickstep. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan ga ik uitgebreid etappe 4 bespreken: de tijdrit in de Dovenee. Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Later.